Waar mijn hand op ligt is Noord-Amerika. Hier is Azië. Ze doet dan de kalender aan boord. En ze vertelt dan over een land. En dan zie je een keer hoe dat eruit ziet en welke mensen dan dat zijn. En dat ze spreken. Ik ga de kalender vooraan aan het bord weer halen. Ik had die kalender al lang in het huis, okay, om thuis te gebruiken. Ik vond dat wel mooie foto's en toen stond er op de achterkant dat er ook een lesbrief bij was. Daar heb ik gevraagd aan de directeur of we daar ons mochten op abonneren. En zo geleidelijk aan zijn we nu het eerste, tweede en derde leerjaar werken met de lesbrief van Wereldreis. Onze kalender gaat vooral over andere landen en dan leren wij bij over die andere landen en dat is wel interessant. Als we met Wereldreis aan de slag gaan, beginnen we inderdaad met de kalenderfoto, die bekijken we. Vaak weten de leerlingen wel in welk land we ongeveer ons bevinden, omdat we de foto's van de vorige jaren er een beetje laten aanhangen en dan merken we van bij dit land zijn we bijvoorbeeld al eens op bezoek geweest. Ik vind dat zelf heel leuk, omdat je dan ook veel bijleert over een ander land. En dan wordt er ook veel verteld van, over kleine verhaaltjes dat ze dan gezien hebben, op tv of in de krant hebben gelezen. En zo is het altijd wel een heel toffe les met de kalender. Ik wil de kinderen een juiste, brede kijk geven op de wereld eigenlijk. Want soms hebben ze een verkeerd idee over hoe het er in een land aan toe gaat. En dan kan je aan de hand van Wereldreis of aan de hand van een andere actie of een andere les tonen hoe het er echt aan toe gaat. En dat vind ik wel belangrijk, dat ze weten dat het niet alleen hier is, in een kleine schooltje, dorpje, stadje, maar dat er eigenlijk ook wel een wereld rondom hen is, waar ook dingen gebeuren. Hier is een vliegerwinkel, dus alleen maar winkel. Dat is hier bijvoorbeeld een vlieger gemaakt van een plastic zak. Nadat de maand voorbij is, knippen we de kleine kalenderfoto uit en dan hangen we die erbij, zodat we op het einde van het jaar kunnen zien waar naar we eigenlijk allemaal op wereldreis geweest zijn. Ik denk een uitdaging naar de toekomst is eigenlijk om het nog beter bekend te maken bij nog meer leerkrachten. Want eigenlijk is het een schat aan informatie, voldoet aan alle eindtermen. Voor mij persoonlijk in de klas vind ik vooral de webtips heel belangrijk en heel interessant. En ik denk dat er ook al veel meer digitale borden in de scholen zijn. Dus ik denk dat daar zeker en vast een uitdaging in ligt. Om met beelden en met filmpjes toon je eigenlijk nog veel beter aan de kinderen hoe het er juist aan toe gaat. Ik vind dat eigenlijk zoveel mogelijk leerkrachten met Wereldreis aan de slag moeten gaan. Omdat de wereld zoals we hem nu kennen veel ruimer is geworden dan vroeger. Kinderen zien dat allemaal, maar het beeld dat ze krijgen is niet altijd even leuk. En met Wereldreis ben je in staat om als leerkracht een compleet en mooi beeld van die wereld te geven. We have to all.